Hallo, mijn naam is Peter van den Houten, ik ben hoofdeconom bij ING België en in deze nieuwe aflevering van EcoCheck ga ik het hebben over de beslissing van het Latijns-Amerikaanse land El Salvador om bitcoin wettelijk betaalmiddel te maken. El Salvador is voor de meesten onder ons niet echt een bekend land. Het Centraal-Amerikaanse land kwam in het begin van de jaren 80 nog wel even in het nieuws vanwege een bloedige burgeroorlog, maar sindsdien duidt er nog weinig nieuws over op in onze Belgische media. Tot vorige week het congres er een wet goedkeurde die naast de dollar van bitcoin een wettelijk betaalmiddel maakt. Het is daarmee het eerste land dat dit doet. Nu zal u zeggen, ja, maar dat kan toch in, al in vele landen met bitcoin betalen. Dat klopt, maar dat is puur op vrijwillige basis. Indien een verkoper een betaling in bitcoin aanvaardt, dan, dan werkt dat, maar hij heeft geen enkele verplichting om dit te doen. Wanneer een munt daarentegen wettelijk betaalmiddel wordt, dan is men verplicht als verkoper betalingen in deze munt te aanvaarden. Men kan dan ook zijn belastingen in Bitcoin betalen. Dus dit is wel een belangrijke stap voor Bitcoin. Waarom heeft het land dit gedaan? Volgens de president gaat dit meer toerisme brengen en financiële inclusie en innovatie bevorderen. Ook zou het gemakkelijker moeten worden voor uitgeweken Salvadoranen om geld naar hun familieleden in het geboorteland te sturen. Je moet immers weten dat deze afdrachten ongeveer 20% van het bbp van El Salvador vertegenwoordigen. Maar deze claims zijn uiterst betwistbaar. Het is verre van zeker dat die internationale transfers gemakkelijker zullen verlopen via bitcoinbetalingen. En of het meer toerisme en innovatie zal brengen, is maar af te wachten. Er kunnen zelfs wat negatieve effecten optreden. Indien meer mensen hun spaargeld zouden aanhouden in Bitcoin, in C een volatiele munt, dan wordt dat spaargeld ook een stuk volatieler, want alle prijzen van goederen en diensten zijn nog altijd in dollar uitgedrukt. Dat kan positief, maar ook negatief uitdraaien. El Salvador had voordien sowieso al een speciaal muntregime, want ze hadden in feite geen eigen munt meer en gebruikten de dollar als officiële munt. Dat is niet ideaal, want daardoor kunnen ze ook niet zelf hun rente bepalen. Die wordt namelijk in de VS vastgelegd, en lopen ze ook inkomsten mis die gepaard gaan met de uitgifte van een eigen munt. Voor hen maakt het dan ook weinig verschil om ook de Bitcoin als wettelijk betaalminder te gaan aanvaarden. Het is ook een munt die ze niet controleren en waar ze niets aan verdienen. Is daarmee de ban gebroken en zullen andere landen ook Bitcoin als wettelijk betaalmiddel invoeren in de toekomst? Dat is verre van zeker. Zoals gezegd, ontlenen landen met een eigen munt daar heel wat voordelen aan, zoals inkomsten. En ook kunnen ze hun eigen monetaire politiek bepalen. Nu zal u denken dat dit niet uitsluit dat men ook Bitcoin wettelijk betaalmiddel maakt naast de eigen munt. Dat klopt, maar laat het duidelijk zijn dat de meeste centrale banken het niet zouden appreciëren als er een soort van parallel muntsysteem ontstaat in hun eigen land waarop ze geen enkele greep hebben en niets verdienen. Bovendien is het natuurlijk ook zo dat bitcoinbetalingen vanwege het gedecentraliseerd systeem moeilijk traceerbaar zijn, waardoor de kans op witwassen en financiering van illegale activiteiten toeneemt. Eigenlijk zien we in heel wat landen precies de omgekeerde trend, met name dat men iets minder tolerant wordt ten opzichte van cryptomunten. In het begin schilderde men dat af als een randfenomeen of een speculatief speeltje, maar nu kan men het toenemend gewicht van de cryptomunten niet langer negeren en neemt de drang om ze aan banden te leggen toe. Het Baselcomité voor Bankentoezicht, het orgaan dat de internationale bankenregels vastlegt, liet weten dat ze in de toekomst banken die cryptomunten zouden aanhouden, zal zou verplichten daar een volledige kapitaaldekking tegenover te stellen. Dat is zo'n twintig keer meer dan normaal. Daaraan zie je dat de autoriteiten de banken willen ontraden om zich in crypto te lanceren. Een heleboel landen verbieden trouwens cryptomunten op dit ogenblik. Wat we in elk geval kunnen besluiten, is dat de Salvadoraanse president voor een grote publiciteit stond heeft gezorgd. door van Bitcoin een wettelijk betaalmiddel te maken. Of het een trend wordt, valt te betwijfelen. Zo, dat was het dan. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer.